Oh my god, mensen. Ik heb net de 6000 subscribers behaald. 6000 toppers op dit kanaal. Terwijl ik deze video aan het maken was, heb ik er 6000 bereikt. Echt waar, ik weet niet hoe ik jullie moet bedanken. 6 is echt mijn lievelingsnummer, cijfer, I don't know. Maar ja, ja, ik ben fucking blij. Oeh, oké, ik ben even blij. Ik hou van jullie. En veel plezier met deze video. Toedaloo! Hallo iedereen en welkom op dit kanaal. Just Jade. Ja, je hoort het, mijn stem is fucked up. Ik heb een keelontsteking. Ik ben super hees. Mijn neus zit dicht. Ik weet niet waar allemaal aan de hand is, maar ik ga vandaag toch een video voor jullie opnemen. Ik heb al op mijn Facebookpagina gezegd van ja, ik ben super hees, maar ik ga toch een video proberen opnemen. En jullie waren allemaal super lief van ja, dat hoeft niet en zo. Maar ik ga het toch proberen, omdat ik een strijder ben. En omdat ik van jullie hou, want er is al een week geen video op mijn kanaal geweest. En ik vind dat toch wel erg, want ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb ook nieuwe oorbellen. Ik ben gisteren met mijn mami op stap geweest. En dan heb ik allemaal dingen gekregen. Ik heb ook een nieuwe SD-kaart van 64 gigabyte. Zalig. Want mijn andere SD-kaart is gewoon kapotski. Ik hoop dat jullie geen oorziektes krijgen van mijn stem. Ik ga het nu een beetje proberen te fixen met thee, honing, keelspray, allemaal dingen. Ik ga het nu even laten zien. En daarna gaan we praten over dromen. No. Hot. Ik ben dus ziek en daarom heb ik deze nacht ook echt fucked up raar gedroomd. Ik was dus bij Tim aan het slapen. Ik ben dus niet gaan feesten. Normaal gingen wij feesten vandaag. Sorry dat deze video een beetje minder inhoud heeft dan normaal. Sorry, maar ja, ik ben ziek. Vandaag ga ik dus praten over waarom jij en echt iedereen anders droomt. Zoals mij bent, droomt je echt fucked up dingen. Maar echt dingen waar je denkt van wat? Wat? Mijn keel. Ik zal dus eerst even mijn droom vertellen die ik had. Ik was dus in Tim zijn kamer, maar die kamer was anders. Het had zo ramen die echt zo in een driehoek waren. Het was allemaal ramen. Ik zat in de zetel. En er waren zo allemaal mannen op elkaar aan het klimmen. Maar zo zombieachtig. Maar die leken niet zombie. Dat waren gewoon zo mannen. En die waren echt op elkaar aan het klimmen. En die wou mij pakken. En die waren echt zo zich heel de tijd aan het vermenigvuldigen vanzelf. Zonder vieze dingen te doen. En ik was zo onder de zetel gaan liggen. Ook al kan dat niet, want dat is echt veel te doen. Dus ik ging daar zo half tegen liggen. En toch had hij mij gepakt. En dan was ik zo wakker geworden. Dan dacht ik zo, what the fuck? What the fuck is happened? En ik was echt bang eigenlijk. Ja, ik heb echt nog 4 andere van die fucked up dromen gehad. Die herinner ik mij niet meer. Ik heb ook nog een droom gehad dat ik aan het vallen was. Ja. Maar dus alle dingen dat jij droomt, hebben een betekenis. Als je bijvoorbeeld valt in je droom, betekent dat je faalangst hebt. Je bent bang om ergens te falen in iets. En ik val echt super vaak in mijn droom. Maar tegenwoordig weet ik al van mijn eigen, dat is een droom. En dan val ik en dan denk ik, ja boeien, als ik de grond raak, ben ik toch wakker. En dan is dat zo meestal zo, net voor ik de grond raak, word ik wakker. Hot, hot, hot. Die thee heeft ook echt een loesje kleur, kijk. Dat is echt loes. Normaal is thee doorzichtig. Waarom dromen wij eigenlijk? Waarom? Oké, dus wij dromen omdat ons hersenen de hele dag actief zijn. Je denkt aan verschillende dingen. Je blijft denken van, oh ja, dat moet ik later doen. Of, dat is nog een idee, dat moet ik opslagen. Ja, ik heb dat toch constant van, oh, leuk idee, in mijn hoofd blijven. Ja, nee, meestal blijft dat niet in mijn hoofd. Maar ik heb wel genoeg inspiratie voor YouTube-video's, gelukkig. Dus daarom ga ik ook echt nooit stoppen. Ik heb dus te veel fantasie. Daarom ook veel mensen met te veel fantasie dromen. Die blijven dromen. Waarom droomt echt iedereen? Omdat je hersenen tijdens de dag echt heel actief zijn. En als je gaat slapen, ga je lichaam wel slapen. Je gaat zo...
lichaam wordt rustig, je hart gaat minder snel slagen, maar je hersenen die blijven doorgaan. Die blijven denken, oh wat moet ik nog allemaal doen? Oh dit, oh dat, oh nee en dat. En je blijft zo, soms blijf je gewoon piekeren over dingen. Als je blijft piekeren, betekent dat je hersenen te actief zijn. Die zijn dan te actief op dat moment om in slaap te geraken. Als je hersenen dan toch minder actief zijn, blijven ze nog steeds actief wanneer je slaapt. Je hersenen hebben nooit vakantie. Dat is toch erg, zoals je hart. Dat blijft kloppen. Dat moet de hele tijd kloppen. Dat heeft nooit vakantie. Daarom droom je dus. Je droomt ook over je angsten. Over dingen die je moet overwinnen. Over taken die je nog moet doen voor school. Over, ja, echt. Vooral dingen waar je bang voor bent. Ik droom vaak over fobieën. Ik heb al eens gedroomd dat dit huis in brand stond. Maar als ik droom, dan lijken mijn huizen ook altijd anders. Er is altijd iets anders. Ook droom ik altijd dat als mensen, als er iets ergs gebeurt, mijn been was bijvoorbeeld afgebeten door een hond. Echt, die hond had dat gewoon afgebeten. Dat kan ook niet in echt. En ik was like, mijn been is eraf, wat moet ik doen? En die vrouw van die hond zo, oh, maar kineke, dat is toch niet erg? En ik was like, wat? Mijn been is eraf. En ik werd zo wakker. Ik voel zo. Ik zo, oké, I got them. Ik heb mijn benen nog. Oké, mijn huis stond in brand, dit huis. Mijn zolder stond helemaal in brand, want mijn zolder is helemaal van hout. Maar ik heb echt een fobie voor brand. En mijn mama zei zo, oh, maar ja, dat is toch niet erg. Hey, dat komt wel allemaal goed. En ik zeg zo, mama, al onze spullen gaan weg. En ze was echt zo, ja, en ze was zo aan het koken zo. Dus denk nooit aan iets eng voor je gaat slapen. Don't do it. Kijk nooit een horrorfilm voor je gaat slapen. Kijk, ik doe het altijd, hè. Als ik een horrorfilm heb gekeken, dan kijk ik altijd een tekenfilm of zo. Daarna kijk ik SpongeBob of zo. Omdat dat echt te eng was. En dat blijft in mijn hersenen zitten. In je dromen kun je doen wat je wilt. Je hebt leuke dromen, maar je hebt ook nachtmerries. En over nachtmerries ga ik nog een aparte video maken. Maar als je droomt en je weet dat dat een droom is, ga mensen uitschelden die je haat. Ga van daken springen. Vlieg over hagen. Ja, doe echt allemaal dingen die in het echt niet kunnen. Duik tot het diepste van de zee, heb ik ook al gedaan. En nu denk je, maar hoe kun je dromen controleren? Ja, dat weet ik niet. Soms weet ik dat dat een droom is. En soms ben ik gewoon te dom om te beseffen dat dat een droom is. En speel ik gewoon mee. Soms kan ik ook niks doen. Dan zeg ik vanzelf dingen. Maar ja, ik ga nu de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Ik hou van jullie allemaal daar achter jullie schermpje. Laat zeker een like achter. Vergeet niet te abonneren om mijn kutstem te genezen. Oké. En dan zie ik nu... Toedeloo! Toedeloo! Wat dan maak? Toedeloo! 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 Toedeloo!